Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Volendam. Ditmaal de Eredivisie. We gaan gelijk door met de wedstrijd tegen RKC. De eerste wedstrijd na NAC, maar het is natuurlijk in principe een degradatieduel. Dus wou ik hem jullie niet onthouden. We hebben wat nieuws. Het is niet heel spannend nieuws. Timo Zaal is geblesseerd, dus speelt Nieuwpoort. Bras Penning blijft op de training de beste speler, dus die vervangt Rijn Smit. Is ook van onszelf in tegenstelling tot Rijn Smit, dus dat is sowieso wel een meerwaarde natuurlijk. En verder hebben wij Aschente, de linksback, een vrij transfer gegeven, want die bleef slecht trainen. Ik sprak hem daarop aan, toch in die over de zijk. En ik heb geen behoefte aan spelers die over de zijk gaan omdat ze niet presteren. Dat is belachelijk. Dus gaan we gewoon beginnen aan de wedstrijd met Dutwa, Plat, Nieuwpoort, Schenk, Van der Ven achterin. Uiteraard Antonucci en Rommens op het middenveld met Lautenjic. Bras Penning voorin en de buitenspelers zijn Nick Doleman en El Azouzi. Naar het schijnt is iedereen heel blij dat ik bij mijn plan blijf. Vinden ze Rommens niet klaar voor dit soort wedstrijden? En zijn ze blij dat Van de Ven speelt. Nou, dat is mooi. Van de Ven is na het vertrek van Argenté mijn enige echt goede linksback. Zou wel fijn zijn als ze dan het wenselijk vinden dat hij speelt. Nou, waar we voor gaan is dat ik op een overwinning reken. Daar reken ik totaal niet op. Maar ja, dat moeten andermaal de spelers niet weten natuurlijk. Wij zien hier Vernon Anita. Dat is natuurlijk een vrij goede speler. Althans, dat was hij. Of hij dat nog steeds is, moeten we afwachten. Ik hoop van niet, eerlijk gezegd. Laten we allemaal even niet kijken naar het doelsaldo van Heerenveen en PSV. En Betty staat bij hun in de basis. Dat is veelbelovend, want die zou bij mij niet in de basis staan. Is in principe prima. De eerste wedstrijd dit seizoen. Van Heerenveen was tegen PSV, voor de mensen die toch naar doelsaldo hebben gekeken. Dat was niet de beste wedstrijd die Heerenveen ooit gespeeld heeft. Verder ben ik vergeten mijn kachel uit te zetten. Dus ondanks de nieuwe microfoon, die niet stoort, hopelijk, is er best een kans dat je nu een kachel hoort gaan. Verder ben ik ook weer vergeten aan te zetten naar hoogtepunten te kijken. Dat ben ik niet vergeten, we hebben gewoon nog geen hoogtepunten gehad. Nou, het begint goed, jongens en meisjes. Het begint goed. Nou, sorry nogmaals voor de vorige aflevering met de microfoon die toch besloot zijn leven te geven voor het opnemen van video's. Helaas was ik nog niet klaar met het opnemen van video's. Dus dat was iets te vroeg, maar gelukkig nieuwe microfoon, nieuwe kansen. Nou, zijn we tevreden met een eerste helft waar wij absoluut niks hebben laten zien? Nee. Gaan we dan iets negatiefs zeggen? Zeker. Want iedereen oogt dan gemotiveerd om hun spel te beteren. Nou, het goede nieuws is dat Heerenveen nog steeds gelijk staat. Tegen Sparta hebben ze toch een punt. Is toch winst. Bij ons heeft onze centrale verdediger ondertussen een kaart gekregen. Maar na een uur spelen hebben wij nog steeds absoluut niks gepresteerd. Nou, aanmoedigen die handel. Uiteraard gelijk een hoekschop tegen, maar die... op de lat. Heerenveen heeft ondertussen gescoord tegen Sparta. En hier is onze hoekschop met Antonucci. Helaas speelt Timo Zaal niet. Die zit nog wel eens goed aan het einde van een hoekschop. En dit levert een counter op die gepakt wordt door Dutoit. Dat is fantastisch. Toch een lekkere keeper. En wederom over. Nou, dat is goed nieuws. In principe zou je dan nu denken, gaan we iets aanvallende voetbal spelen in het laatste kwartier. En dan maken we van het Haagskwartiertje gewoon een Damskwartiertje. Aanvallen die handel. En dat gaan wij dan toch doen met een iets fittere selectie als dat we nu hebben. Dus wie halen we eraf, wie zetten we erop? Nou, dat is een uitzonderlijk goede vraag. Michel Chacon schijnt best wel een redelijke speler te zijn. Op links zetten we dan, zoals we kunnen verwachten, El Kadiri. En normaal zou ik dan ook nog Rijn Smit erin pleuren. Maar die is, zoals we zien,
discontent met het feit dat hij niet in de basis staat. Dus dat zetten we dan niet neer. Nou, Betty met een inworp, die gaat naar Stokkers. Die wordt vervolgens gespeeld naar Sené. En wederom Dutwa met een uitstekende redding. Wel weer een hoekschop. Als wij dan daarop kunnen counteren, dat zou fantastisch zijn. Helaas gaat hij naar Efmordis, wat niemand kan lezen. En wederom een redding van Dutwa, die toch eigenlijk deze wedstrijd absoluut lekker staat te keepen. Nou, halen we Doneman er maar af. Die heeft dan zijn fitheid verloren. En omdat ik toch heel graag wil winnen van deze mededegradatiekandidaat, want daar moeten we toch eerlijk in zijn, gaan we zeer aanvallend voetbal spelen. En dat gaan wij vervolgens niet kunnen doen met nog meer wissels, want de regels zijn aangepast. Corona is voorbij in het spel. Hopelijk in het echt ook zowat. Dus we zijn weer terug naar 3 wissels per wedstrijd. Hier komt nog een vrije trap. Schokkers net over is een doeltrap. Hier komt de terugspeelbal naar Vaassen. Die komt bij Plat. Die gaat hoog naar Braspenning, maar die is te laat. Die gaat vervolgens naar Stokkers. Kom op, Dutwa, hou de nul. Buitenspel, dat is goed nieuws. Nou, Nieuwpoort die gaat waarschijnlijk naar Peters, mag ik aannemen. Of er wordt afgefloten, dat is ook nog een theoretische mogelijkheid. Ja, we kunnen hoor. Jallo. Nou, ik weet niet waar we op staan te wachten. Ja. Nieuwpoort is duidelijk even van zijn padje gevallen. Ja, en afgefloten. Nou, misschien als je hem wat eerder had genomen, hadden we nog een kans kunnen creëren. Maar laten we wel wezen dat ik erg tevreden ben met mijn keeper. Ja, ik ben niet tevreden. En dan gaan wij individueel William Dutwa. Bam, zeer tevreden. Nou, normaal doe ik geen individuele toespraken. Maar ik denk wel dat hij het heeft verdiend. Heerenveen heeft vervolgens gewonnen van Sparta. Dat is ook goed nieuws. En wij staan op het moment derde. Nou, dat is niet te filmen. Dat is nog steeds een redelijk goede ratio voor een debutant in de competitie. Alles boven 1 punt per wedstrijd is winst. Laten we toch eerlijk zijn. Nou. Even kijken, Nieuwpoort werd goed ontvangen, Chacon debuteerde, Braspenning krijgt bijna salarisverhoging. Jondal Thomasson is gespot in het Mandenmakersstadion omdat hij Antonucci wilde bekijken. Nou, die is ook van hem, dus dat snap ik dan wel. En Ajax heeft verloren van PSV, ondanks het gebrek aan Karim Rekik. Nou. Wat we dan nu gaan doen is een fanservice. De thuiswedstrijd tegen PSV zal de volgende wedstrijd zijn in deze aflevering. Dat is buiten de transferperiode waar we nu nog in zitten. We hebben wel budget, maar ik heb geen plannen. Mochten er nog spelers komen, dan is er een zeer reële mogelijkheid dat we dat nog mee gaan maken. Mochten er geen spelers meer komen, dan zullen we dat ook niet doen. Nou, wat we kunnen doen om te kijken wat we willen, zeg maar. Er schijnt ergens toch een teamoverzichtpagina te zijn. Dat is hier. We dan kijken naar wat de analist zegt. Dan is die tevreden met de keeper. Nou, dat is prima. Over het algemeen kunnen we stellen dat we te weinig doelpunten maken, maar dat we ook weinig doelpunten tegenkrijgen. Zou je denken dat verdedigend wel goed zit? Feiten, dat is niet wat ik zoek. Statistiek is ook niet wat ik zoek. Ik heb echt letterlijk 5 minuten geleden nog een... ja, precies. Een tip gelezen die Voetbalmanager op Steam had gepost. Nou, gaan we even kijken wat we kunnen gebruiken. De keepers zijn niet heersend in hun strafschopgebied. Nou, de vorige wedstrijd wees toch uit dat dat toch eigenlijk wel het geval is. Interessant ook dat ze Vins-Duits de beste spits vinden die hier op een amateurbasis speelt. Even kijken, zijn niet de allersterkste. Nou ja, zij zo.
Afwerken kan beter. Dat zij zo. Strafschoppen kunnen we niet nemen. Ja. Om nou een speler te kopen alleen op de basis van het feit dat hij goed is in strafschoppen, dat is ook weer zwart. We kunnen meer diepte gebruiken in de spits. Volgens mij hebben we er 3, dus dat zal wel goed zitten. Het zijn geen harde werkers. Nou, dat hebben we wel gemerkt. Even kijken, anticiperen is niet zo goed. Weer een klacht over de keeper. Klacht over de balaannames, de techniek. Hoekschoppen. Daar kun je op zich nog wel iemand op kopen. Daar heb je er meer van in een wedstrijd als strafschopper gemiddeld genomen. Voorzetten kan beter. Het is toch teleurstellend als je 4-3-3 speelt. Iemand die ver kan inwerpen is ook niet per se dat je denkt hop hop. Snelheid is niet zo goed en toch staat Bras Penning geregeld buitenspel. Dus dat is knap. Ze zijn niet heel kalm. Nou, dat levert een kaart op, maar dat valt op het moment ook nog wel mee. Communiceren vindt de keeper moeilijk, maar die kan ook geen Nederlands. Dus dat is niet zo spannend. Vrije trappen hebben we geen kwaliteit in. Sprongkracht hebben we geen kwaliteit in. Agressie is niet goed genoeg. Koppend verdedigen is dus na het schijnt een klein nadeel. Anderzijds, een hoge bal komt vaak niet uit het strafschopgebied. Schieten van afstand is niet zo heel goed. Het uittrappen van de doelman schijnt niet zo heel goed te zijn. Nou, dan moet hij het lekker kort houden. En wij hebben niet veel goede spelers, afgezien van spelers uit het eerste. Nou ja, dat wist ik al. Dus als we gaan kijken naar de spelers, dan hebben wij op aanbeveling, zou je dan kunnen gaan voor Jordi Bruin bijvoorbeeld. Die speelt bij NEC. Jordi Bruin zou dan op het middenveld kunnen spelen of links buiten. Oostwoud is ondertussen wel geïnteresseerd in een transfer, maar kan vertellen dat die toch niet te betalen gaat zijn waarschijnlijk. En we hebben niet per se een rechtsback nodig. We hebben ook niet per se een keeper nodig, ondanks dat die transfervrij is. Assant is op dit moment nog niet goed genoeg. Jesse Schuurman, medium, kan. Maar ja, middenvelders op zich kunnen we niet over klagen. Dus is eigenlijk niet heel vervelend. Nou, als we hier gaan kijken, hij is wel, Op basis van de kwaliteiten zou je eigenlijk kunnen stellen, als je hem niet neemt, ben je ook gek. Redelijk snel. Redelijk behendig. Kracht is nog steeds niet heel goed. Even kijken, lef was een probleem. Inzet is wel goed, het is fijn. Waar hadden wij nog meer problemen mee? Verre inworpen hadden wij problemen mee. Nou, dat gaat hij niet oplossen. Vrije trappen van 11 is dan misschien nog redelijk. Techniek is redelijk, dribbelen is redelijk. Afstandsschoten is dan ook weer niet goed. En eerste balcontact is ook niet goed. Dus feitelijk zou het fijn zijn als we hem nemen. Maar voor de problemen die wij hebben is het dan niet per se een meerwaarde. Desalniettemin zullen wij even kijken of wij hem op een lijstje kunnen zetten. Zet op shortlist. Oké dan. Nou, wat je bij scouting overigens wel gewoon kan doen natuurlijk. Gaan we spelers zoeken, gaan we de opdracht bewerken en dan gaan we daar een eigenschap kiezen. En die eigenschap zal dan worden vrije trappen. Vrije trappen, ja zeg jij het, precies. Vrije trappen is minstens 15. Nou, dan krijgen we een lijstje. Edson Braafheid. Ja, met aanbeveling van 60, daar heb je natuurlijk geen reet aan. Dante Rigo, verdedigende middenvelder, staat op de transferlijst, dus die zou qua budget misschien nog wel kunnen. Kanner Kavlan, dat is ook een bekende speler, maar goed, als je bij Emmen speelt moet je daar ook niet te veel van verwachten natuurlijk. En de rest is allemaal vrij jong. Dus ja, wat wil je daarmee, hè? Sam Stein is 19, is dus ook vrij jong, verdient geen reet, dus in dat opzicht zou er meer waarde zijn, maar die is dan wel heel basic in waar die kan spelen, ondanks dat dit er allemaal bij staat. We zullen hem scouten. Oké dan.
Even kijken, kennen wij hier nog meer spelers van? Jeroen Veldmaten ken ik wel toevallig, maar je verdediger dat laten doen is ook eens wat. Daar komt Edson Braafheid weer terug. Sjaeste is natuurlijk op zich voor mij in ieder geval bekend. Als het goed is heeft hij bij Heerenveen gespeeld. Ja. Nou, dat is fijn. Leuk dat je dat kan onthouden. Tot zover. Dus dan gaan we even kijken naar verre inworpen. Ja. Ja, oké, okay, dat halen we eraf. Eigenschappen verre inworpen. En dat staat daar. Oké. Okay. Nou, dat zullen grotendeels dezelfde spelers zijn, zou je gokken. Michiel Nelom. Heeft ooit natuurlijk in zijn leven bij Feyenoord gevoetbald. Jelle van Damme, dus 37, maar ik ken hem. Bronckhorst staat op de transferlijst van RKC. Nou, dan zal die voor ons toch niet per se een meerwaarde zijn. En Gianni Zuiverlo. Die om wat voor reden dan ook gewoon een aanbeveling heeft van 72. Maar ja, die gaat Alex Plat niet uit de basis spelen natuurlijk. Dus dan hebben we er ook niks aan dat hij ver kan inwerpen. Even kijken, gaan we door, halen we dat weer weg, hoppatee. Wat hadden wij nog meer nodig? Strafschoppen, maar goed, daar gaan we geen mensen op zoeken natuurlijk. Afwerken. Ja, weer een nieuwe lijstname. Sam Stein, dat is dan geen nieuwe lijst. Castro. Niclo Deli. Ja, het zijn toch allemaal spelers waarvan ik denk, nou daar hoef je het niet voor te doen. Maar Deli zullen we scouten, die kunnen we waarschijnlijk wel betalen. Oké, nou tot zover. Dit lijstje hebben we geen reet aan. Oké, waarom zijn we dit allemaal aan het doen jongens? En dan gaan we nog even één ding verder kijken. Afwerken hebben we gehad, voorzetten. Waar sta je? Staat gewoon op alfabetische volgorde. Als ik dat eerder had gezien, dan was dat makkelijker zoeken geweest. Ismael Yarti is 215.000 waard in de Saoedische tweede divisie. Dat is vaak nog wel een teken dat hij vrij goed is. Hoewel hij dan op zijn positie, ja linksbuiten is dat. Ja, dat kan ik wel zien. Als ik mijn bril had zo gemaakt, heb ik niet. Nou, en heel veel meer interessante spelers staan hier niet. Ruben Kluivert, ik weet niet of dat van de familie Kluivert is, maar het zal wel. Is wel nog een vrij jonge speler natuurlijk, kan interessant zijn. Maar voor de rest hebben we hier toch absoluut helemaal geen reet aan. Dus dat gaan we uitzetten. Oké, en wat ik dan eigenlijk ook nog wel wil, is spelers die gewoon 900 wedstrijden per seizoen kunnen spelen. Natuurlijke fitheid vrij hoog. Nou, hoppatee, gaan we weer. Jerry van Ewijk kan op 3 van de... Ja, daar kun je in theorie wel wat aan hebben. Is geblesseerd. Komt vrij rap terug. Nou, die zullen we scouten. Oké, dan. Nigel de Jong, die wordt al gescout. Die is 36, maar goed, je weet nooit. Als de meerwaarde is, is de meerwaarde natuurlijk. En verder zijn het weer allemaal spelers waar ik nog nooit van gehoord heb. Nou zegt dat niet altijd wat hoor. Het kan heel goed zijn dat dat juist de briljantjes zijn die je dan beter wel in je ploeg kan hebben. Maar ja. De andere kant, als het echt buitenkantjes waren die je graag in je ploeg wou hebben, dan hadden ze toch waarschijnlijk al wel in je ploeg gespeeld. Dus tot zover het daadwerkelijk zoeken op wat we echt willen hebben. Dan gaan we nu nog even kijken wat de meest waardevolle spelers zijn zonder dat we daadwerkelijk een belangrijk iets toevoegen. En dat zijn vrijwel dezelfde spelers. Als dat nou een andere Pinto was, ik ken nog een vrij goede keeper. Nou, dit is het wel. Als dat familie zou zijn van Sarah Hyland, dan zou ik hem nog wel nemen. Dan kan hij misschien haar nummer aan mij geven, maar goed, dat zal wel niet. Want dat is een Amerikaan. Uh,
Ja, hier staat echt niemand in waarvan ik denk, nou, die wil ik wel graag hebben. Asaidi staat er wel in. Dat is N72 beoordeling. Hoorden we dan Asaidi gaan kijken, die wij dus nog niet 100% gescout hebben. Dus we weten niet alles van hem. Uithoudingsvermogen kan beter, voorzetten zal wel redelijk zijn. Oh, nou. Sorry, Asaidi 9 tot 12. Ja, daar ben ik het pertinent mee oneens. Dribbelen kan die wel vrij goed. Pasen schijnt je ook niet te kunnen. Is wel goed in strafschoppen. Dat is... Ja. Nou, we gaan gewoon een nieuw scoutverslag aanvragen. Waarom zouden we dat niet doen? Hoppatee. Aanvragen. Nou, ooit komen die scoutrapporten dan ook weer binnen natuurlijk. En tot die tijd... zet ik even opnemen uit. Gaan we vrolijk verder en dan zullen we aan het einde van de transferperiode wel zien of ik toch nog besloten heb die 3 miljoen uit te geven. Zo niet, dan zien wij ons terug bij de wedstrijd tegen PSV. Goed, einde transferperiode, dus gaan we dat even kijken. We gaan eerst kijken naar de grootste bedragen. Donjan Malen is weg bij PSV. Erik Gutierrez is weg bij PSV. Naar AZ voor 3,5 miljoen. Dat vind ik vrij veel. Maar goed, waarom dit in pond staat, Joost mag het weten. Bayern heeft Malen gekocht, 29 miljoen. Lazio, Berghuis gekocht, 4,2. Vind ik dan eigenlijk erg weinig. Vincent Janssen terug naar de Eredivisie. 3,4 miljoen, Baumgartner is weg naar AZ. AZ heeft geld te besteden, word je bang van. Ruud Vormer naar AZ, ook weer voor een redelijk bedrag. Joris van Overheem naar Vitesse. Voor ons interessant is dan vervolgens de rest allemaal niet. Wat hier staat, waar staan wij dan? Heerenveen heeft ook wel wat spelers gekocht op zich. Niet spelers die ik zelf gehaald zou hebben, dus ook niet echt spelers, maar wat dan hebben we waarschijnlijk. Wij hebben Dante Rigo gekocht van PSV. Stond op de transferlijst, dus dat is lekker goedkoop. Dante Rigo heeft een contract getekend met een clausule voor 1,3 miljoen. Gaat kachel eraan. Hoi. 1,3 miljoen bij degradatie. Dus daar kunnen we dik winst op draaien. Nou hebben we hem daar niet voor gekocht natuurlijk. Dit is Dante Rigo, is een vrij jonge Belg van 22. Nog geen interlands gespeeld. Dat, ja, dan had hij ook niet naar Volendam te komen. Heeft gelijk zijn debuut gemaakt in een 2-0 overwinning tegen Fortuna, waar we later op terugkomen. Dribbelen is goed, eerste balcontact is goed. Vrije trap is alleszins redelijk, hoekschop is redelijk. Is dan ook gewoon gelijk gepromoveerd tot hoekschoppennemer als het goed is. Eigenlijk alles waarvan de scouts vonden dat, en de trainers dat ons elftal nodig had, is Dante Rigo, excuseer. Goed, nou, wat we verder gaan doen, gaan we gewoon hier even kijken. Wij hebben namelijk ook Delano Ladan van Cambuur overgenomen. Die had daar een amateurcontract. Laten we wel wezen dat dat pure winst is natuurlijk. Want dat was dus gratis. Met een marktwaarde van 130.000 is gratis altijd goed. Deze beste man is redelijk in afwerken, redelijk voor ons in ieder geval, redelijk in vrijwel alles wat belangrijk is als zijnde diepe spits. Nou hebben we natuurlijk al twee diepe spitsen, maar met dit potentieel niveau kon ik hem toch niet laten liggen. Strafschop is ook redelijk. Nou, gaan we even kijken naar de tactiek, naar de standaard situaties, wat wij compleet aangepast hebben aan de nieuwe spelers. De inworpen werden ooit genomen door Betty. Nou, die is weg. Dus Schenk. Schenk heeft een kwaliteit van 12. Nou, dat valt op zich niet tegen. Excuseer me daarom. Nou, wij zien hier de vrije trappen. Dat is Bras Penning heeft 14. Is natuurlijk in principe niet slecht. Dus bam. De wedstrijden die hij niet speelt, zal Dante Rigo dan wel Antonucci ze gaan doen. Antonucci en Dante Rigo zullen zeer waarschijnlijk om gaan wisselen in de wedstrijden. Maar Olivier Rommens, of Olivier Rommens, is volgens mij gewoon een Belg. Het zal Olivier zijn. Wel je natuurlijk ook nog van de Franstalige kant kan komen, geen idee.
Die was geblesseerd. Nou, de hoekschoppen worden genomen door, niet geheel verrassend, Rigo en of Braspenning. Enig nadeel als Braspenning ze neemt, is dat mijn spits dan niet daadwerkelijk in strafschopgebied is om ballen in te werken. Excuseer, dat was de verkeerde. Nou heeft Kik Braspenning, afwerken is vrij goed, afstandsschoten is belachelijk. Belachelijk goed, moet ik zeggen. Koppen 13. Dus ja, ik twijfel nog of ik hem daar laat staan. Maar goed, we zullen vast wel meer spelers hebben die een bal in kunnen koppen. Rijn Smit bijvoorbeeld heeft koppen 16. Nou speelt hij niet als Braspenning speelt. Dus dat was weer een vergelijk van exact helemaal niks. En degene die dan in de vriendschappelijke wedstrijden alles inkopte wat we op zijn hoofd probeerden te leggen, is Timo Zaal, die ondertussen interlands aan het doen is. En die heeft een koppen van 15. Dus op zich kan het slechter. Nou, het teamverslag is op zich praktisch ongewijzigd. Daar is vrijwel niks uit. Ondanks dat wij toch redelijk wat spelers gekocht hebben. Het goede nieuws wel is dat wij een aantal getalenteerde jonge spelers hebben. Dat had ik vorige keer nog niet voorgelezen. Een aantal nog jongere spelers heeft ook ondertussen een contract getekend. En we hebben nog steeds budget over. Alleen is dus de transferperiode voorbij. Nou, we hebben niemand verkocht. En de selectie is dan wederom met twee spelers uitgebreid. Robin Schouten verwacht nog steeds dat hij niet verkocht wordt. We hebben wel overigens Marques een vrije transfer gegeven. Die wenst te weten waarom die vervangen werd. Die speelde toch al niet, dus heb ik hem niet vervangen. Maar ja, die optie kun je dan weer niet kiezen. Dus de optie waar we voor zijn gegaan is vrije transfer. Nou, dat is natuurlijk uitzonderlijk goed nieuws in principe. Dat scheelt weer een hoop gezeik. Van de Ven is weer vet. Hartstikke mooi. Nou, als we dan even gaan kijken naar het potentieel niveau van onze nieuwe spelers, dan vinden wij die niet heel hoog terug. Of ik ben blind. Dat is natuurlijk in theorie zeker een optie. In praktijk blijkbaar ook, want ik zie ze op rechting staan. Ah ja, Dante Rigo, ondanks dat hij nog niet zo oud is. Ja, 4,5 ster, potentieel. Dat is wel 4,5 ster op basis van Volendam. Dus hoe goed die wordt in de Eredivisie is dan altijd afwachten. Maar goed, Dutois, onze beste speler op het moment, heeft hetzelfde potentieel. Is natuurlijk ook al 32. Maar Dutois is toch een vrij goede speler voor Eredivisie begrippen. Dus in dat opzicht kan het erger. En de Lano Lade, die op zich ook nog vrij jong is, daar weten ze het niet zo goed van. Excuseert u mij. Dus, wat wel jammer is, is dat we dan dus eigenlijk Rijn Smit gehuurd hebben. De kans dat hij nog heel veel aan spelen toekomt zal vrij klein zijn. Want daar hebben we dan toch eerlijk gezegd liever Kik Braspenning die nog door moet groeien. Of Ladan, die al vrij goed is van zichzelf. Maar ja, ook die deal had ik gesmeed voordat ik wist dat we zouden promoveren en voordat de spelers naar ons toe wouden komen die eerst absoluut geen interesse hadden. We hebben even zo goed Nigel de Jong daadwerkelijk dus gescout. Nigel de Jong was gescout als voor elke prijs contracteren. Ja, hartstikke leuk. Alleen had hij loonwensen van, valt nog mee hoor, 28.000. Daar hadden wij geen geld voor. Dus die kan scheid krijgen. En Jordi Bruin benen wij ondertussen niet voor gegaan. Waarom zijn moreel dramatisch is, weet ik niet. Maar een dramatisch moreel helpt over het algemeen zijn prestaties niet. Dus dacht ik, geniet ervan. Nou, wat we vervolgens gaan doen, want dat is lekker voor eventuele tevredenheid van het bestuur, is het salarisbudget verhogen. Het is natuurlijk super fijn. Wij staan nu nog redelijk goed.
Maar je weet nooit, we kunnen natuurlijk altijd pech hebben met een degradatie of met een te vroeg uit de beker flikker of wat dan ook. En dan moet je weer. Nou, wat we verder, wat ik eigenlijk wil doen, is onze analytische... ja, moeilijk woord. Faciliteiten verbeteren. Maar dat staat nergens. Dus dat is jammer. Eigenlijk in principe is het zo dat je altijd, zeker als je budget over hebt, moet onderhandelen over alles. Eigenlijk komt het op neer. Alles wat beter kan worden, kan beter. En alles wat beter is, is goed. Nou, als je kijkt naar de transferactiviteit, dan zijn ze vooral zeer tevreden met Timo Zaal. Nou, daar ben ik zelf ook wel tevreden mee, dus dat is hartstikke goed. Robin Schouten worden ze met de dag meer teleurgesteld, snap ik wel. En de rest, vooral de transfervrije spelers, hebben ze het idee van, nou, dat is kut. Ja, doe niks aan. De fans zijn vooral tevreden met Dutoit. Het bestuur, ja, blijkbaar dus niet. Snap ik niet helemaal, maar ik vind prima. Ze stikken er maar in. Dus, nou, de fans zijn verder eigenlijk over niemand ontevreden, dus dat is goed. Daar hou ik van. Dus, nou, gaan we even naar de wedstrijden die we gespeeld hebben. De wedstrijden die we gespeeld hebben zijn FC Twente, die hebben we verloren. Dat was erg jammer. Maar ja, goed, uit tegen Twente is dat natuurlijk zeer goed mogelijk. En van Fortuna hebben we 2-0 gewonnen. En het mooie daarvan was het doelpunt van Mink Peters. Mink Peters had geen onaardige poging. Voorkomend uit een hoekschop. Ik hoop dat het vrij langzaam gaat. Gaat niet vrij langzaam. Kunnen we dat even instellen dan? Precies, dat hopen we dan dat dat hiermee werkt ook. Dan zo gek. Dit is Nieuwpoort, Rigo, Antonucci naar Peters. 1-2 met Ladan en met zijn linkerpoot. Hoppatee. Nou, die zat vrij lekker. Die gaat dan vervolgens vanuit stilstand een koprol doen. Vind ik ook heel knap. Dit wordt de 2-0 dan, gok ik. Antonucci die gaat die bal volgens mij hoog geven nu. Juist, ja. Op Ladan. En die scoort bij zijn debuut in de korte hoek, omdat Kozelev nooit van hoort. Ja, dat niet dekt. Dus, een keeper die de korte hoek niet dekt, belachelijk. Dat is het eerste wat je leert als keeper. De korte hoek is altijd voor de keeper. Nou, wat we dan gaan doen is toch door naar de volgende wedstrijd. We hebben ondertussen een... Ik heb wel geprobeerd hem te verhuren. Ja. Oh, wat een gezeik. Wat een gezeik. Nou, flikker dan ook maar op. Ik heb een hekel aan ontevreden spelen. Dus doei. Ik ben gewoon vergeten dat te fixen, eerlijk gezegd. Hij is in ieder geval minder ontevreden. Maar geniet ervan. Nou, dan hopelijk verdienen we daar nog wat geld aan. Als het goed is, wordt hij dan automatisch op de transferlijst gezet. Is dat allemaal prima. Oh, je vergeet één keer een speler te verhuren. Donderstraal op, man. Wordt er niet goed van. Ik word daar in ieder geval zelf, word daar niet goed van. Maar goed, die zetten we dan ook lekker op de transferlijst. Geniet ervan. En dan gaan wij door tot de wedstrijd tegen PSV, denk ik. Niks mis mee.
Kijk, daar is ook niks mis mee. Louter zie ik zelf verbeteringen zien. Dat is fantastisch. Moet nog wel even werken aan de sprongkracht. Wat toch als verdediger in de middenvelder niet heel onwenselijk is. En ook ik, Bras Penning, laat duidelijk verbetering zien. En moet vooral werken aan zijn regelmaat en intelligentie. En vastberadenheid. Dat is voornamelijk te doen met een mentorgroep. Alleen maak ik daar eigenlijk nooit gebruik van. Zeker niet omdat iedereen bij ons van dezelfde dingen last heeft. Dus daar worden ze niet beter van. Goed, tot zo. Goed, we zijn eraan toe. De wedstrijd tegen PSV. Tussendoor hebben we natuurlijk tegen AZ gespeeld. Dat was best wel een oorwassing. 2-5. Kijk, Bras Penning met 2 doelpunten is dat goede nieuws. Dat zijn zijn eerste doelpunten dit seizoen. Net als vorig seizoen met onze 3000 gelijke spelen. Scoren we niet zoveel. Dat heeft natuurlijk ook te maken met onze verdedigende speelstijl. Laten we wel wezen dat het in de Eredivisie voor ons denk ik alsnog wel de beste mogelijkheid is. En getuige PSV's mogelijkheden om volledig los te gaan als het gaat om het maken van doelpunten, is dat tegen ons toch zeer waarschijnlijk evenzo een mogelijke oorwassing. Verder heeft Mink Peters gevraagd vaker te mogen spelen. Is in theorie ook beter dan El Azouzi op het moment. Dus dat zullen we dan prima vinden. Verder wou ik eigenlijk weinig wijzigen ten opzichte van de wedstrijd tegen AZ. Voornamelijk omdat niemand die wij niet in de basis hebben daadwerkelijk beter is dan spelers die we wel in de basis hebben. Als ik nog één keer vergeet de kachel uit te zetten, echt hoor, het is niet te geloven. Maar goed, nou. Ja. Ik snap ook nog steeds niet hoe PSV het geflikt heeft gutsen te krijgen. Ongekend. Maar goed, ja. Ja, ik ook liever ergens anders zien voetballen. Hij doet het, naar mijn mening, wel redelijk. Ja, dit zijn allemaal teksten waar ik het niet mee eens ben. Dit zou belachelijk zijn. We zijn waarschijnlijk niet in staat om punten te pakken. Wel, een thuiswedstrijd is, dat kan nog iets opleveren. Succes jongens, we zullen het nodig hebben. Is ook wat negatief. Ik reken niet op een overwinning. Underdog is op zich wel een rol waar ik van hou, maar ja. Tegen PSV is dat toch wel een ander statement. Dus er is geen druk genieten van, lijkt me ook een vrij vervelende kwestie. Maar we zullen er toch voor gaan omdat de assistent dat zegt. Nou, het is ook de eerste keer dat ik naar mijn assistent luister. Hopelijk levert dat toch wat op. Op het moment dat deze wedstrijd erop gaat lijken dat wij de hoogtepunten niet alleen op belangrijkste hoogtepunten hebben, maar op heel veel hoogtepunten wordt het een oorwassing. De eerste kans van PSV is in ieder geval ongebruikt. Dat is relatief goed nieuws. Staan we nog op een punt. Ze hebben ook al een gele kaart. Ook al 4 overtredingen gemaakt. 5. Maar goed, dat hebben wij ook. Alleen van de Underdog mag je dat verwachten. Het gaat toch eerlijk gezegd wel een half uur goed. Geen hoogtepunten verder gehad. Dus weinig echte kansen weggegeven. De expected goal staat er wel op 0,1. Maar 0,8. 0,7. Hoe je het afrondt. Maar goed, we verdedigen lekker. Onze keeper staat nog op een 6,9. Dus echt heel veel te doen zal hij niet gehad hebben. Laten we naar de kleedkamer gaan. Ik ben op zich wel tevreden. Dus ga zo door. Misschien kunnen we nog een klein hoogstandje eruit gooien. Uitstekend gevoetbald door PSV, maar een hoogtepunt levert het niet op. Bras Penning met een schot leverde ook geen hoogtepunt op. En ik ben toch bang dat wij straks, als we niet oppassen, met 10 man komen te staan. Dus daar gaan we eerst even wat aan doen.
waarom Kelvin Twicht eigenlijk nooit tevreden is als hij op de bank zit. Het is niet dat de beste speler is die we hebben, zeg maar. Maar goed, een echt goede verdedigende middenvelder hebben we ook niet echt meegenomen. Dus we zullen er toch maar neerpleuren. En dan gaan we Chacon vervangen. En normaliter zou ik daar absoluut Nathan Kortstam neerzetten, want dan kan hij minuten maken. Heb ik tegen AZ ook gedaan en toen ik hem inbracht scoorden we opeens twee keer. Dus misschien levert dat nog wat gelukjes op. Maar of het verstandig is, is een tweede. Maar ja, het is ook niet echt leuk om te kijken naar iemand die een kwartier twijfelt of hij hem erin gaat zetten. Dus laten we dat gewoon doen. Het zou fijn zijn als Fijn dan nog een kaartje krijgt. Tegen 10 man is het over het algemeen iets makkelijker om de 0 te houden als tegen 11. Daar Mickey van der Ven en Schenk met een gele kaart, Max met een gele kaart. Wij gaan dit gewoon volledig super saai 0-0 uitspelen. We hebben een punt tegen PSV. Daarmee hebben we het dus oneindig veel beter gedaan dan Heerenveen die 10-0 onderuit ging. Dit is ongekend, onverwacht. De meest saaie wedstrijd die ik ooit heb opgenomen waarschijnlijk. Maar laten we eerlijk zijn. Niet verliezen van PSV is onder alle omstandigheden een uitzonderlijk resultaat. Waarmee wij ook nog steeds meer punten hebben dan gespeelde wedstrijden. Onderin Fortuna heeft 1 punt. RKC en VVV allebei 2. Dus daar staan we toch al 6 punten van af. Waarbij je toch zou kunnen stellen dat dat in principe een redelijk goed begin is van deze competitie. Nou, als we dan gaan kijken naar de aankomende wedstrijden. Utrecht thuis, dat wordt waarschijnlijk vrij spannend. Maar als je bij PSV kan gelijk spelen, moet Utrecht ook kunnen. Zou je denken. Sparta uit en ADO uit zijn uitwedstrijden, die worden sowieso vrij spannend. Vitesse thuis is misschien nog een mini mogelijkheid. En dan krijgen we een bekerwedstrijd. Bekerwedstrijden zijn over het algemeen wel leuk om te doen. En mochten wij dan daar niet hoeven spelen omdat wij uitgeloot worden voor de eerste ronde, dan VVV uit is een degradatieduel. Kan ook interessant zijn. Dus ik denk dat we ongeveer toch wederom vrij rap terugkomen. Maar voor nu is deze aflevering alweer lang genoeg, zou ik denken. Wat voor controverse hadden wij? Oké. Prima. Doe je niks aan. Nou, goed. Gaan we door. Wij gaan afscheid nemen. En voor iedereen die deze video's toch al een paar keer gekeken heeft, afscheid nemen in een video is niet iets waar ik super goed in ben. Dus gaan we gewoon zeggen, fijne dag nog en tot de volgende.